Simeon Schubert is de 14e verkeersdode van dit jaar. De 22-jarige autobestuurder is gistermorgen overleden op de Afobakkaweg nadat zijn personenauto frontaal in botsing kwam met een vrachtwagen. De meerijders van Schubert, Wienot N. en Laurens van der L., zijn per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden. Wienot, die zwaar gewond was, was niet aanspreekbaar, terwijl Laurens klaagde over lichaamspijnen. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt dat Schubert terecht moet zijn gekomen op de rijhelft van de vrachtwagen met als gevolg de frontale botsing. Hij was op slag dood. De mede-inzittende, Laurens van der L., heeft een korte verklaring gegeven dat kort voor de botsing hij had opgemerkt dat Schubert vermoedelijk in een sluimering was geraakt. De vrachtwagenchauffeur is per eigen gelegenheid vervoerd naar het ziekenhuis voor medische hulp. Zowel de vrachtwagenchauffeur als Simeon Schubert waren in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.